We hebben er allemaal een klein beetje verstand van. Maar er is één man die heeft er natuurlijk veruit het meeste verstand van. Aan wie denk ik dan? Atemos. Ja, Atemos. Ik heb hem gelijk goed. Je hebt hem gezien? Ja, nee. Nee, heb ik heb hem niet gezien, maar ik heb het wel gelijk goed. Nee, Aad was deze week in dit weekend was hij in België. Laten we gewoon even kijken. Aad had een hele eigen manier van benaderen. En ook de opname was heel opmerkelijk. Ja, hier in België, Krokkeheist. Sta ik bij de bakken in de Rijn natuurlijk. S'morgens vroeg. Maar natuurlijk even over Aad en Den Haag. Geweldige prestatie om Excelsior met 4-2 te winnen. En 4 goals van El Kayati. Dat vind ik een geweldig iets. Ik ben heel blij dat de transferperiode voorbij is. Scoorde die goals op 30 augustus. Op 31 augustus, dat ben je hem zeker kwijt. Natuurlijk lekker dat je dat doet op 2 september. En dan kunnen we nog lang genieten van El Kayati en de rest van het elftal. Je ziet zo. Nou, maar dit is eigenlijk een beetje met Van Gaal op dat balkon toe, weet je wel, met Ribéry en zo. Je ziet echt mensen in die omgeving kijken van. Het is niet goed. Nee, maar wij hebben dat er niet afgeknipt, hè? Nee. Terwijl hij met zijn hoofd er niet op staat. Dan staat er iemand met zo'n telefoontje. Ja, zijn vrouw waarschijnlijk verkeerd of zo. Te filmen. Hè? Ja. Ja, maar je zet het er toch op. Ja. Als je op een volle markt in een... naar de lease gaat. In een olijke korte broek. Dan vind je niet goed. Dan vind je daar staan. Nee, dan moet je echt naar de dokter. Ja, dan moet je naar de dokter. Maar heb je nou gehoord wat hij zei eigenlijk, waar het over ging? Nee, dat... Ja, het is elke Jatti. Je hebt meegekregen. Elke Jatti, ja. Ja, dat hij het goed gedaan had. 5-4 goals, zei hij. Ja, hartstikke knap. Dus eigenlijk werkt het best goed, die manier. Ja, tuurlijk. Toch dat je iets minder in beeld bent. Elke Jatti is natuurlijk voor Den Haag ook een ontzettend leuke speler. Tuurlijk. Maar moeten wij dat ook niet eens gaan doen? Dat we iets minder in beeld zijn gewoon met ons hoofd? Dat we gewoon dat hoofd van jou kan wel wat minder, ja. Zo, weet je zo, weet je wel. Ja. Nou, vonden jullie Elke Jatti... ja, was dat wat die Elke Jatti? Prima. Ja, was die goed? Ja. Johan, was die wat? Ja. Was het, ja, maar vier doelpunten in één wedstrijd. Dat zie je toch niet zo vaak, Johan? Ja. Waarom speelt hij eigenlijk nog bij Den Haag, wil ook mensen weten? Bijvoorbeeld Maarten de Jong uit Leeuwarden, die vraagt dat af. Dat kan ik heel duidelijk uitleggen. Ja. Omdat... Je wordt niet serieus genomen. Wij zitten gewoon voor lul. Ja, nee, maar zoals bij Talpa met de Talpa-sterren omgegaan wordt, is mensen... maar... Deze jongen... Kijk eens zitten. Deze jongen... Mag ik even? Hij vindt, als hij iets verzint... Ja, dat is niet te geloven. Als hij iets verzint... Ja, dat is onbezorgd. Als hij iets verzint, vindt hij het zelf het leuk. Maar René, ik rijd natuurlijk niet dat pleuris en dat gollen om half een beeld te komen. Nee. Bij de bakker is het wel lekker, hè? Kun je niet meer. Nee, maar... Maar dan voel jij je weer in je zak gescheten, of niet? Het dreigt even over voetbal te gaan en dan is hij weg. Hè? Ja, Elke Jatti. Nou, die jongen die heeft precies het goede niveau voor ADO Den Haag. En ik denk dat één stapje hoger, dat hij daar spijt van krijgt. Ja. Ik neem maar dat we naar de reclame moeten, of niet? Ja, jongens, doe maar. Hij lacht altijd om dingen waar ik niet om hoef te lachen. Bij normale reclame zou ik denken, ga even een plasje doen. Maar bij onze reclame kan je net zo goed een wimpje doen. Kan je net zo goed een pot lopen? Maar de regie die krijgt van mij een kist bier als ze ook bij de reclame de koppen eraf halen. Okay, nou, kijk of John de Mol dan ook nog moet lachen. Tot zo voor dit gedeelte.